Ik ben Luc Verkuijlen, ik ben 15 jaar oud, ik kom morgen 16, ik kom uit Gerwen, ik woon in Gerwen en ik ben er geboren. Ik voetbal bij Juventus, dat is een samenwerking van Nederwetten en Gerwen. Mijn hobby is dus voetbal. Ik ben geslaagd op Plein College Nuenen, daar heb ik 3 jaar gezeten. Het eerste jaar heb ik op Carolus gezeten op VMT HAVO. Mijn naam is Dennis, ik ben 16 jaar oud, ik kom uit Nuenen, geboren in Gelderop. In het Sint Anna ziekenhuis. Ik heb mijn VMBO-T diploma gehaald op Plein College Nuenen en doe nu de opleiding junior account manager. Mijn hobby is voetballen en ik ga ook heel soms naar de sportschool. Mijn naam is Dominic van den Berg. Ik ben 17 jaar oud. Ik ben geboren in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Ik woon in Nuenen. Ik heb een vriendin die Isa heet. Mijn hobby is voetballen. Ik voel bij RKSV Nuenen. In de eerste zat ik op de middelbare Straatweg College in Gelderop. Maar daar ben ik blijven zitten. Dus toen moest ik van school af. En toen ging ik naar de Rode Pan in Eindhoven. En nu zit ik op de opleiding vestigingsmanager groothandel. Ik ben Mr. Sosa. Waarom? Omdat Mr. Sosa de grootste drugsdealer een deal krijgt met Mr. Zwart. Mr. Zwart is een groot zakenman met veel ervaring in de onderwereld en houdt er niet van om genaaid te worden. Als je hem naait, naait hij jou. Mr. Sosa begaat een fout wanneer hij Mr. Zwart oplicht. Mr. Zwart is er niet van gediend en vermoordt Mr. Sosa en zijn bodyguard Oostblok. Zwart, Sosa. Heb je mijn geld? Heb je het spel? Ja. Test maar. Waar is de rest? Oh, je hebt mijn geld. Yeah.